Deze beschouwing, dat wordt er weer eentje in de serie Interessante tijden. Want dat zijn het. Je, je kan tot op zekere hoogte ook zeggen dat het leuke tijden zijn. Maar ja. ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Maar ik ben ook wel iemand met gevoel voor mazzel of zo. Oh ja, en ik ben niet veel eisend. Dat scheelt ook weer. Ik kreeg uh, gisteren mijn salaris strook over de e-mail. En dat was dan 1450 euro. Nou. Dan zei je uh, wel met, ja, maar dit is, is minder dan min het minimum. Ja, dat is ook zo. Hè? 1600 of zo is het minimum. Hè? Maar een uitkering is 922. Dan krijg je dan nog wel zorgtoeslag bij, maar dat is uh, nog minder. Maar zoals je hoort, uh, ik heb nog steeds een kopje thee. Ja, hij ben gestopt met suipen. Nou, dat scheelt al suipenblauwe tabak. Dus meer dan 300 euro in de maand, man. Ja, dat, dat verdien ik dus even elke maand erbij. Ja. Dus ik heb niet 1450 euro gekregen van mijn fijne werkgever. Nee, plus 350. Ja, zo kan je jezelf wel rijk rekenen. Nee, ja, ik, ja, ik ben uitermate tevreden. dan. Het leven is niet zo gegaan zoals ik verwacht had dat het zou gaan. Maar ja. Maar ja. <laughs> ja, wat moet ik eraan toevoegen? Potverdorie. Ik dacht dat ik in de toekomst kon kijken. En uh, dat ik alles zeker wist van tevoren. En uh, dat bleek dat dat dus helemaal niet waar is. Ja, nee, dat heb ik nooit eigenlijk gedacht. Ik heb wel verwachtingen gehad. Van, uh, wie goed doet, goed ontmoet. Nou, dat staat niet in de Bijbel. Dus uh, ja. Ja, daar hoef je eigenlijk. Uh, nee, ja, je kan wel zeggen, als je, als je slechte dingen doet, dan gaat het in de regel niet zo goed met je. Ja, dat wel. Ja. Maar als je goede dingen doet, gaat het niet per se goed, denk ik. Nou, in ieder geval niet in de zin van dat je dan kan rekenen op. Puntje, 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 puntje. Is gewoon niet zo. Maar je moet blij zijn met weinig. Dat is, dat, is, dat is ja, dat is belangrijk denk ik. Gewoon blij zijn met het feit dat je, nou ja, in mijn geval, want ik, ik ben een Christen, dus ja, de indruk die ik maak op mensen, die zegt mij niet zo heel veel. Bottom line is er maar één die over mij oordeelt. En uh, ja, dat is degene die ook over jou oordeelt. Dus yeah. waar zal ik me druk over maken? Anders dan over het oordeel dat over mij geveld wordt. En dan niet het oordeel van mensen natuurlijk, maar van uh, zoals die heet: de grote jongen. De heren, heren. En dan kijk ik naar deze tijd. Het is denk, ik, ja. ja ik, ik ben er wel een beetje een maf. Uh, een massel. Ik ben af. Ja, ik ben wel maf. Maar een masselpikkie. 1959 ben ik geboren. Ja, en ik heb het meegemaakt dat Nederland. Het uh, was. Oh, jongen. Daklozen. Jongen. De daklozen in mijn dagen, die hadden een mooie Franse naam. Die heette Clochards. En die sliepen onder de bruggen van Parijs, de, bij die Seine, die uh, rivier daar. En die dronken elke dag rode wijn. En in Frankrijk hebben ze hele lekkere rode wijn. Kijk, dus ik dacht in die dagen wel, was ik klein of zo, ik denk, nou ja, dus... Uh, ja, Frankrijk, dat is zo'n rijk land. Zelfs de daklozen, die hebben daar elke dag zitten ze daar wijn te drinken. En die slapen lekker onder een brug, ja. En in Frankrijk denk je allemaal aan het Franse, Elke dag lekker zon en zo. Ja, dat is nu wel anders, hè. Het was een paar jaar terug, was ik met mijn dochter en mijn twee tantes. Gingen we Amstelveen door, waar ik opgegroeid ben. En dan kwamen we ook even langs bij die flat waar ik dan gewoond heb. Toch de hele tijd gewoond, 14 jaar gewoond of zo. 12 jaar gewoond, zoiets. En daar hebben ze, hoe moet je het nou uitleggen? In elk geval: het, was een, het is een galerij-flat. En nogal wat gangen erin waar boksen zitten, waar de mensen hun opslag hebben. Een schuurtje, zeg maar. Hè. Maar dat zijn voor de rest lege gangen waar geen voordeur op uitkomt. En mijn dochter, die, we lopen daar doorheen en mijn dochter gelijk. Oh, dan liggen hier zeker allemaal daklozen. He, als het dan de avond valt. Dat is het eerste wat mijn dochter dan denkt. Hè? Het was in mijn nooit. Het was in die dagen helemaal niet. Je had helemaal geen daklozen in uh, Amstelveen, Bovenkerk, Amsterdam. Helemaal niet. Als je echt, echt, echt helemaal aan de, aan de onderkant zat, dan ging je naar het Leger des Heils. Daar kreeg je minimaal te eten. En nee, daar stuurde je de straat niet op. Nee, daar, kreeg je, daar mocht je ook slapen. Je hoeft helemaal niet op straat te slapen in Nederland. Bedelaars, dat had je niet. Iedereen had werk. Iedereen deed wel wat. Dat is een mooie tijd, hoor. Dan heb je het over ja, de jaren zestig, jaren zeventig. Dat is geweldig. In mijn klas was ik, was de laatste klas van het lagere onderwijs. Wat nu groep 8 is van uh, het primaire onderwijs. Want dat was toen de zesde klas van de lagere school. Was, mijn vader was pleiten. Dat vond ik helemaal niet leuk. Maar ik was de enige in mijn klas uh, die dat had. Dat, dat kende ik ook helemaal niet. Het was voor mij zo raar. Want dan kom je thuis en dan krijg je te horen. Uh, eh, als je er zelf naar vraagt, van, goh, euh, euh, papa is vannacht niet thuisgekomen en euh, euh, wat is er aan de hand of zo? En dat je moeder dan heel zaggerijnig zegt, van, euh, nou, dat je daar nog naar moet vragen, hij is weg. Wat ik denk, van, weg? Hoezo weg? Ik snapte er helemaal niks van. En ook weg zonder te groeten. Maar het was heel nieuw. En mijn vriendjes hadden dat allemaal niet. Die keken ook heel vreemd naar mij, van, je vader is wat? ja, mijn vader is weg. Hoezo weg? Voor zijn werk of zo? Ik zei nee, die is weg, 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 weg. Die is weg. Totaal vreemd was dat. En goede tijden waren dat man. En nu zijn het interessante tijden. Tegenwoordig van de kinderen die. Anders gezegd, 50% van de huwelijken die eindigen in een scheiding. En het merendeel van die scheidingen wordt aangevraagd door de vrouw. En dan heb je nog een hele bak kinderen die geboren worden zonder dat papa en mama getrouwd zijn. En dan is het nog maar de vraag of die kinderen nog hun vader zien. is dus meer dan de helft van de kinderen, heb ik het idee dus. Hè? Je ziet de vader helemaal niet. Of nauwelijks. Interessante tijd. Het is allemaal heel normaal. De beste vriendin van mijn dochter die. Ja, die vader is ook pleiten. Nou, mijn dochter, nou, ik ben daar niet pleit, maar ik ben het huis uitgezet, maar dus het komt op hetzelfde neer. Iets, mijn dochter is er dan nog relatief goed van afgekomen. Maar ook daar zit natuurlijk een groot probleem. Hè? En dan wel meer wel in haar vriendenkringen en zo, dan die andere kinderen... Hele problematische huwelijken, knallende ruzies en, ja, en scheidingen. Het is net alsof het normaal is geworden. Interessant. Want hoe gaat dat aflopen? De eerste berichten druppelen al binnen. De, de gemiddelde leeftijd die gaat daardoor dalen. Want mensen van gescheiden ouders die worden niet zo oud. De, de vrouwen vervallen eerder tot. Uh, promiscuïteit, dus die gaan het met iedereen doen. En de mannen die vervallen eerder tot het misbruiken van genotsmiddelen. Dus tabak, drank, wiet. Speed, zeg maar, GHB. Nou, interessant wordt dat. Te meer dat we dit niet alleen over ons heen gaan krijgen, maar dat er dus mensen zijn zoals ik die dat heel goed in de gaten hebben en dat nu gewoon kunnen vertellen aan jullie. Je, als je straks wil, je wil gaan afvragen hoe je toch komt aan een samenleving met allemaal dakloze, alcoholverslaafden, eikels en trut hola's... die hebben het met de hele buurt gedaan, nou, dan zeg ik je nu, uh, kijk eens naar die gezinssituaties. Dus mijn dochter die werkt nu bij, of werkt, die doet stage bij het lege zeils. En die werkt dan met het afvoerputje. Dus de mensen die overal al uit de opvang gedonderd zijn wegens wangedrag. En die hebben dan daar nog een plek. Daar mogen ze ook drugs gebruiken. Ja, daar zit zij dan tussen. En ik, ik vroeg aan haar zo heel even, zo, daar gaf ze ook heel concreet antwoord op. Ik vroeg dus van, wat is de achtergrond van die mensen? Hebben ze überhaupt een gemeenschappelijke achtergrond? Is er een soort profiel of zo? Hè? Mijn dochter gelijk, ja, er is een profiel van verwaarlozing in de jeugd. Oh ja, zijn ze ook nog uh, sociaal lagere klasse? En verwaarlozing. Kinderverwaarlozing. Ja, dan krijg je dat. Ze dweilen met de kraan open. En dat dan gecombineerd met die influx van mensen uit het buitenland... Wauw. Ik was vanmorgen even bij de markt hier, of op de markt. En ik stond op mijn beurt te wachten en een buitenlandse vrouw, een Aziatische vrouw, die, was er, die sprak gebrekkig Nederlands en die was druk in gesprek met die man achter de toonbank. En die zei dus op een bepaald moment tegen die vrouw, van ja, daar staat iemand en die moet ik echt even helpen. Dus ik, ik moet nu stoppen met luisteren naar jou. Hij kwam mij dus helpen en toen was hij voor me bezig om die spullen te pakken. En dan zei hij tegen mij van ja, ze, ze, ze gaat maar door, ze gaat maar door, ze gaat maar door. En, ja, het is wel, wel gezellig, zei hij. En hij zei ja, het is ook wel gezellig, maar ja, ik, ik sta hier ook om geld te verdienen. Ik, ja, dat is ook weer zo. Ja, zie in het verhaal van haar, dus zij is getrouwd met een Turk. En die Turk die wil niet werken, die wil alleen maar geld in zijn zakken stoppen. En dan maakt hij zo'n graai gebaren. Ja, zei ik tegen hem. Het, het succes van de immigratie. Ja, zei hij. Ja, die aziatische vrouw, die, ja, die werkt ook niet. Ik kan me niet voorstellen. Ze kan alles Nederlands. En die heeft een Turkse man. En die werkt dus ook niet. En ze wonen allebei in Nederland. Jo. En je hebt helemaal geen... Dat is een beetje het punt die... Die mensen die leven helemaal op zichzelf. Er is helemaal geen sociaal vangnet eromheen. Ze hebben, ja, ze hebben een relatie met de mensen van de gemeente voor wat betreft de uitkering. En dat is het dan. Denk ik. Wat hebben ze verder? Ze hebben geen wortels hier. Het enige wat ze van Nederland vinden, denk ik, is dat, je, ja, dat ze er wonen. En ze weten de weg. Van hun huis naar de blokker en van hun huis naar de markt en, ja, en dat is het dan. Misschien dat ze een keer op bezoek gaan bij een familielid. Maar ja, waar woont hij? Ik weet nog van de. Er was toen een relletje ergens in Assen. En dan wilden ze buitenlandse mensen in een bepaalde wijk een woning geven. En die mensen van die wijk werden ontzettend kwaad. En die zeiden: nee, dit is onze wijk. Die wijk is van ons. Die is van ons soort mensen en niet van buitenlanders. En die mensen kregen hun zin, hè? Het was wel zo dat die mensen die dat dus riepen. van dit is onze wijk en daar woont ons soort mensen. en niet zomaar een Turk of een Marokkaan. Dat waren molukkers. Die hadden dat destijds ook bedongen met de gemeente. Want we willen met z'n allen bij elkaar wonen in één wijk. Want wij zijn allemaal van het eiland Kei of zo. Of van het eiland. Uh... Weet je het andere eiland ook alweer? Een heel beroemd eiland. De heel veel mensen die noemen ze ook geen molukkers. Maar die noemen zichzelf. Lalalalala. Uh. T -t 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 -t. Dat is een bepaald eiland daar. De Molukken is een eilandengroep. Hè? Ambon, ja, we zijn van Ambon. Ambonese. Ik vind het eigenlijk wel goed, hè, dat die Molukkers dat destijds daar uh, zich hard voor maakten. Maar wij, wij willen een eigen wijk. Daar is ook nooit gesodemieter geweest. Hè? Met de Molukkers is nooit gesodemieter geweest. Die treinkaping, dat was omdat wij, of dat de Nederlandse regering zich niet gehouden heeft aan afspraken. Ja, en dan wordt uiteindelijk de andere partij een keertje zag Dat is niet meer dan logisch. En voor de rest, Molukkens, jongen, gaat er weg. Super geïntegreerd. En ongelooflijk mooie vrouwen. <laughs> Ik werk dan in. Uh, <laughs> bij die uh, gehandicapte meuken. En daar nou is er één zo'n vestiging. En daar zitten mensen met een niet aangeboren hersenletsel. En een daarvan is van Molukse afkomst. Dat is een hele geinige kerel. En zijn achternaam. Ja, ik heb een vriend en die heeft dezelfde achternaam. Ja, you believe me? Ja, dat is natuurlijk familie, die, die kennen elkaar. Dus ik was wel benieuwd naar hem, want ik had zijn achternaam al wel zien staan. Wat meen je niet? Dat is de familie van, uh, van Charles. En die man, een uh, geine jongen, en lachen. En die pakte er een. Uh, ja, ik had er natuurlijk helemaal geen tijd voor. Want ja, wat ze zeggen. Je, 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 hebt dus, je bent er een schoonmaker. En je bent er niet om een praatje te maken. Je hebt er echt geen tijd voor. Maar op zich heb ik er ook scheid aan. En hij wilde dan even zijn fotoboeken laten zien. Dat was een of ander familiefeest geweest. Hij kan niet meer zo goed praten. Dus hij heeft zo'n computertje met van die pictogrammen erop. En. En dan kan hij zo aanklikken. En, uh, ja, dan komt er zo'n woord uit. Dus zo kan hij met je communiceren. Dat is maar heel beperkt natuurlijk. En voor de rest met handen en voeten. Hij heeft een fotoboek laten zien. Uh, foto's van, uh, van een familiefeest. En dan zonder die schalen met al dat Molukse eten. En hij zo met. Uh, miam, jam. Zo'n hand langs zijn hoofd. Ja, dat ziet er lekker uit. En hij helemaal glunderen, Ja. Ja, en toen foto's van iedereen die er waren. Hè? Die erbij waren. Ze zeiden, jeetje, wat een mooie vrouwen, man. En hij glunderen. Hij lachen, jongen. Ja, die molukkers een mooie vrouwen. Man. Ja. Dat is ook wat interessant aan deze tijd. hebben ze, molukkers zijn in naar binnen gekomen. Hè? En dan de, de Indo's. Hè? De Blauwe heette die ook wel. Je ja, had toen ook zo'n band en die heette The Blue Diamonds. En, uh, terwijl blauwe, dat is een scheldwoord. Hè? Maar interesseerden die mensen allemaal helemaal niks meer. Joh. De Indo's, ook hele mooie vrouwen. Ja, de Syriërs. Uh, iedereen kan wel zeiken over de immigratie, maar... Uh, kijk, Molukkers zijn nooit een probleem geweest. Indonesische mensen, nooit een probleem geweest. En uh, Surinamers, nou, ook niet hoor. En Antillianen, ik zou niet weten waarom. En dan kan je zeggen van ja, maar die Marokkanen dan. Daar zitten toch wel eikels tussen. Ja. Ja, daar heb je wel een punt. Maar ook niet allemaal. En hele mooie vrouwen. Daar blijf ik bij, hoor. Marokkaanse vrouwen, erg mooi. Maar ook Turkse vrouwen ook. Hele mooie vrouwen. En je moet het toch. Uh, kijk, er is een reden waarom die mensen hier naartoe komen. En, niet, en niet, wij niet daar naartoe worden gestuurd. En die reden is dat wij het hier hartstikke goed voor elkaar hebben. En daarom komen ze van buiten hier naartoe. Om um, nog even duidelijk te maken, toen Suriname onafhankelijk werd. Dat was in de jaren zeventig, ongeveer, pak een beet. Kijk, voor die tijd was Suriname een kolonie van Nederland en was het een provincie. En iedereen die dat wilde, die kon rustig vanuit uh, paris marie uh, zo naar Heerugelwaard. En iedereen in Stadshuiskanaal. Die kon zo. Naar Sanderijen. Het was net als dat je ging verhuizen van Utrecht naar Overijssel. Huh? Uh, Suriname was een, ja, gelijk een provincie van Nederland. Je kon je daar zo vestigen. Nou, toen werd Suriname onafhankelijk en kon je dus niet zomaar meer in een uh, uh, vanuit Nederland in Suriname gaan wonen en werken en vice versa. Nou, en wie ging er toen massaal gebruik maken van de allerlaatste mogelijkheid om hem nog vrij in de andere kant te vestigen? Ja, dat waren niet de Nederlanders. Ja, maf. De Nederlanders hadden zoiets van: uh, oh, Suriname wordt onafhankelijk. Oh, dus voortaan als je naar Suriname wil gaan wonen en werken. dan moet je die hele papieren toestanden door. En kan het niet meer zomaar heel gemakkelijk. Nou, iedereen hier in Nederland had zoiets van, ja, nou en. Maar nou, in Suriname dachten ze daar wel anders over. Die dachten allemaal, nou als de meter, naar snel naar Nederland toe. Nu kan het nog, straks niet meer. Nou, en die Marokkaanse mensen, dat is wel duidelijk, die zijn hier aan het vrije wil naartoe gekomen. Ja, mij niet vertellen dat ze hier naartoe zijn gekomen op de vlucht voor het een van de Marokkaans dictatoriaal regime. Ja, Marokko is een ongelooflijk smerig land. Casablanca is een hele vieze stad. Nee, die koning dat is een megalomaan. Wat heb ik jou daar. Dan kan Willem Alexander nog bij op cursus. En voor de rest hebben ze daar een, ja, een eenheid tussen kerk en staat, in die zin dat allerlei Mohamedaanse maloten die hebben ook de beste overheidsbaantjes hebben. Dus, ja, het is niet zo'n fijn land om te wonen. Dus je kan zeggen, om die reden komen die Marokkanen hier naartoe. Maar dat is dan wel omdat ze zelf van hun land dat hebben gemaakt. Laten we eerlijk zijn. Bij ja, die Syriërs die hier naartoe komen... kan je misschien nog zeggen... dat dat iets te maken heeft met ISIS of zoiets. Iets waar ze niks aan kunnen doen. Dat is mij helemaal de vraag, hoor, by the way. Ik ken ook iemand en die komt uit Libië. En die is hier naartoe gekomen ergens... halverwege de jaren tachtig... ...toen het nog hartstikke goed ging met Gaddafi, hoor. Iedereen wil naar Nederland. Ja, of naar Duitsland, of uh, België. Iedereen wil hier naartoe. En dan kan je nog zeggen... Maar ...ja, maar iets zoals George Soros... ...met zijn Soros Foundation... ...die zit mensen te betalen om... Uh, ...om ons vol te pompen met immigranten. Dat is ook zo. Ze worden hier ook nog... ...het wordt nog aangemoedigd ook... Er wordt heel veel reclame gemaakt voor ga lekker wonen en werken in Nederland. Ja, ja, werken. Maar goed, dat wordt dan gezegd. Hè? Ja. Maar ze komen maar wat al te graag hier naartoe. Hè? Ja, omdat wij het zo goed voor elkaar hebben. Dat is toch iets om trots op te zijn. Ja, daar moet je ook eigenlijk niet zo druk over maken dat dat gebeurt. Zij hebben de onderhand. Heet het toch? Wij zijn in die zin uh, superieur. Wij hebben het beste gezorgd voor ons land. Vergeleken met Marokko, vergeleken met Turkije, vergeleken met. Uh, nou, Molukken wil ik daar niet bij rekenen, want die mensen die zijn besoden-mieter door onze eigen regering. Ik bedoel, die Molukkers wilden niet per se weg. Het is een ander verhaal, maar die jongens uit Libië, jongens en meisjes uit Libië hier naartoe gekomen zijn. En ik ken mensen uit Iran en Irak, en die zitten hier ook allemaal. En ja, die mensen hebben van hun eigen land echt een puinhoop gemaakt, of laten maken, of whatever. En komen dan maar hier naartoe. Ja. En wij hebben dus gewonnen. In de zin van, wie kan het beste zorgen voor zijn eigen land? Ja, wij dus. Wij doen dat beter dan de gemiddelde Keniaan of uh, Somaliër. De werkeloosheid onder Somaliërs hier in Nederland uh, is zorgwekkend hoog. Hè? Somaliërs die hebben helemaal geen zin om te gaan werken. Dat is het percentage Somaliërs hier in Nederland met een uitkering. Ja, daar durven ze in Den Haag niks over te publiceren, maar... Ja... Er is een man geweest in Finland. Want daar hebben ze ook hele grote hoeveelheden Somaliërs naartoe gebracht... We moeten die mensen daar. Hè? Dat vind ik ook de bijzondere tijden, hè? interessante tijden. Want ik, mensen met een donkere huid, die hebben dus veel melanine, zo heet dat spulletje. En melanine, dat is een. Nou, ik pak even even het ding erbij. Wikipedia. Wiki. Moet oh. je vingers goed op het toetsenbord. Mee, ala, nee, Melania Trump. Nee, Melanina. Melanina. Kom op. Zo heet het toch? Melanine, Melanin. Ja, Melanina. Melanine is een organisch pigment... In de huid, dat uit, bla 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 bla. bla, 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 bla. Kijk hoor, dan was hier dan twee jonge zebravissen, een zonder melanine, die is dan albino, ja. Nou, wij hebben, wij Blanken, wij hebben relatief weinig melanine. Onze kinderen ook allemaal, hè? dat is erfelijk. Wij krijgen niet zomaar gitzwarte kinderen. Andersom gebeurt het wel, want dan heb je, dat is dan een, een ziekelijke afwijking. Dus, uh, albino heb je dan. En er zijn gebieden in Afrika waarin, waarin jij als je als albino geboren wordt, dan word je omgelegd. Ben je een kind van de duivel? Ja, ja interessante tijden. Hè? Dat wij dan uh, erop aangesproken worden. Dat uh, Zwarte Piet, dat mag niet meer of zo. Hè? Nou, dan moet je eens weten wat ze in bepaalde gebieden van Afrika doen met albino's. Anyway, uh, die mensen met veel melanine. melanine in de huid. Dit hebben ze een donkere huid het schijnt dat die mensen minder goed vitamine D aan kunnen maken uit zonlicht. Of beter gezegd dat die mensen met veel melanine in de huid dat die veel zonlicht nodig hebben. En dat mensen met Weinig melanine in de huid, dat die beter kunnen tegen een omgeving met minder zonlicht. Zo moet je het zien. Dus je kan zeggen dat als wij veel in de zon komen, dan, worden wij, dan gaan we melanine aanmaken. En dat is dan ter bescherming voor onszelf tegen die zonstraling. Dus wij moeten ons beschermen tegen de, de zonnestralen. En dan ga je mensen vanuit Somalië een enkele reis geven naar Finland. Ja, wauw man. In Finland gaat medio oktober gaat het licht uit. En dat gaat ergens in maart, gaat het licht weer aan. Ja, dan zit je wel van oktober tot en met maart, bijna een, nou, zeg maar, vijf maanden, ziek zonder zonlicht. Ik vraag me af hoe die mensen dat uh, overleven. Op de, op de langere termijn dan, hè. Die moeten last krijgen van depressies. Dat, dat kan niet anders. En na venant, uh, kwalen. Ik ken zo'n vrouw. Interessante tijd, hoor. En die is half bloed. En de vader is een Surinamer, een volbloed Surinamer. En de moeder is dan een Blanke. En zij heeft osteoporose. En de arts heeft gezegd van ja, dat heeft te maken met het feit dat jij veel te weinig zonlicht krijgt en je hebt een donkere huid. En zij zat dan de keer uit de kroeg. Een beetje een raar typje verder hoor, maar, maar die zat dan zo te zeggen, ja, en dan heb ik een donkere huid en dan zit ik hier helemaal uh, in, een, in een noordelijke regio en dan krijg ik osteoporose. Ja. Ja, ik dacht dan van ja, als je het hier zo echt verschrikkelijk vindt, dan uh, rij sanderij, yeah. ja, dat doet ze ook niet. Nee, want hier in Nederland krijgen ze dan voor de osteoporose krijgen ze wel zo'n fijn karretje. Zo'n elektrisch dingetje heeft ze. En ze heeft een hond en ze heeft een heel leuk flesje. En... Ja, ze is uh, lesbisch, maar ook bi. Dus heet dat dan een uh, lesbuel of zo? Ja, dan wordt hij lekker in het centrum van de stad. En uh, ja, aandacht genoeg. Ze heeft een kind. Het kind wil haar niet meer zien, maar het kind zit lekker bij de moeder. Oh ja, ze heeft natuurlijk een uitkering en dat kind heeft binnenkort ook een uitkering. En de moeder heeft waarschijnlijk ook een uitkering. Interessante tijden. Zij is ook van mening dat iemand als Herman Brood... die heeft al zijn muziek gestolen van de negroïde mens. <laughs> Dat uh, weet ik ook zoiets, maar Die negeren wie de mensen. Uh, die zijn zo zielig, vinden ze zelf, hè? Dus deze vrouw dan dus. Hè? Zij, zit dan, uh, ja, zij is als het ware verbannen naar die noordelijke regionen. Waar uh, mensen als Herman Brood de muziek hebben gestolen van haar voorvaderen. Doopsucks. Toe, do, toe, do, toe, 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 toe. Ja, dat is toch een neger geschreven? Ja, natuurlijk, Jogi. Nee, nu gaan we lachen. Oh 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 oh. oh. Ja, interessante tijden. Ja, ook dit... Om je te bescheuren. Dat hoorde ik dus... Van weer een ander. Nou, dat roddelcircuit. Hè? Ja, dat is wel jammer dat ik gestopt ben met suipen. Dat is dan een van de weinige dingen die er jammer aan is. Dat ik niet meer in dat circuit kom. En dat je al die roddels niet meer hoort. Maar goed... Madame, dus de halfbloed uh, en bi Je moet heel erg oppassen tegenwoordig met hoe je iemand nou precies noemt. Maar volgens mij heet het bi Namelijk dat je ervoor uitkomt dat je ook echt vindt dat je maatschappelijk gesproken een beetje lesbisch. En om dat te bewijzen heb je ook seks met vrouwen. En, maar dat is alleen omdat je het af en toe lekker vindt. Maar dat is niet echt overtuigd. Maar af en toe vind ik het lekker om je dan te laten doen door een... en zij valt op van die stevig gebouwde mannen. Ik ken er zo eentje, dat was een man en die kwam uit Polen. Dus ook wel multicultureel, maar echt zo'n bouwvakker-typje. Katholiek natuurlijk, want Pools. Nou, de, de, voor mij ben je dan bilesbeweeld. Dus dat je, je bent zeg maar, maatschappelijk, sociaal gesproken lesbisch... want qua overtuiging, en dus ook feministisch... En, en dus je bent lesbueel, maar dan toch een beetje bi. Yes, Iemand anders zou kunnen zeggen: nee, die persoon is gewoon biseksueel, maar daar doe je haar geen eer mee aan. Want dan valt dus dat lesbische, sociaal-economische. Nou, word je daar nou niet goed. Uh, ja, dat heet dan weer uh, haat, uh, haatspraak. Dus uh, biseksueel, uh, bilesbueel, ja. Anyway, die heeft zo'n vriendin toen. En die heeft ook een kind. Die vader, die heeft ze de deur uitgedrumd. Dat kind, dat is ernstig verwaarloosd. Oh ja, want zij was dan ook bi-dingers of seksgeoriënteerd, Een heel verhaal. En die nam dus de zorg voor dat kind heel, ja, hoe moet je het zeggen? Ik kwam die moeder een keer tegen op Audiasnacht. En het was al drie, vier uur s'nachts. En midden in het centrum van Arnhem uh, liep zij met de kinderwagen. En haar kind was toen drie of zo. De mama gaat even uit. <laughs> drie uur s'nachts, Audiasnacht. Ja, ja. Tuurlijk joh. Anyway, jeugdzorg had zich ontfermd over dat kind. Dat is natuurlijk niet zo leuk, maar... Uh, ja, goed, jeugdzorg heeft zich ontfermd over dat kind. En toen hoorde ik ook nog van... Uh, uh, zij mocht dan wel eens in de zoveel weken contact met dat kind. Maar... Wat zat ze Nou... Ze had een vriendje. En die kwam uit Bulgarije. En is ze met hem. naar Sofia gegaan. Dat is toch de hoofdstad van Bulgarije. En er zeiden dus mensen. uit het Roddelse dat ze daar dan. Uh, zichzelf prostitueerden. Ja, ja. Dus ze kon ook haar kind in die periode dan niet echt zien. Maar jeugdzorg was heel. Uh, creatief. Dus dan kreeg ze sessies over. De iPad, via Facebook of zo, weet je dat? Nou ja, dat je mekaars hoofd kan zien met een iPad. Had ze toch nog contact met de kind? Ja, ja. Anyway, ze was weer eens in Nederland. En toen kreeg ze dus een leuke relatie met uh, die bi-lesbuele halfbloed. Wiens voorvaderen de muziek van Herman Brood gecomponeerd hadden, <laughs> en die twee hadden ruzie gekregen. Ze hadden dus een seksuele relatie en allemaal nou, leuke dingen samen doen. Maar ze hadden dus ruzie gekregen. En tijdens de ruzie had die ene tegen die andere gezegd... Nou, jij moet je mond houden, want jij ziet je kind helemaal niet meer. Kutmoeder dat je bent. En dat had die andere gezegd... Dat moet jij nodig zeggen, want jij ziet je kind ook helemaal niet meer. Kutmoeder, die je bent. En toen riep die ene: Je bent een kutmoeder. En de andere: Nee, dan moet jij zeggen: Kutmoeder, kutmoeder. En toen hebben ze de hele tijd kutmoeder tegen elkaar lopen roepen. En toen dachten ze: Van ja, waar hebben we hebben het nou eigenlijk over? <laughs> en toen waren ze allebei boos. Nog steeds dus. Hè? En toen was het uit. En allebei hebben ze dan waarschijnlijk zoiets van, ja, iemand die mij een kutmoeder noemt, punt 1, die noem ik ook een kutmoeder. En ik laat mij geen kutmoeder noemen. Dus heb ik het uit meegemaakt. Ja, dat zijn de tijden waarin we leven. Houd, uh, het gaat inhouden dat het economisch steeds slechter zal gaan met ons, by the way. Dit is uh, vastgesteld door, uh, en geconcludeerd door die uh, familielid van elders, Huxley. Puntje van Piggy Winkel. En die man die heet Julian Huxley. Die heeft dat opgeschreven. Julian Huxley. Die viel onder. Maar die weet toch, gewerkt voor de UNESCO? Even eens bijpakken. Dat ik het even weet. Dus jullie op opschroeven. Julian Huxley. Ja, daar komt hij. Julian Huxley. <laughs> hij was een evolutionair bioloog. Godverdomme. Hij heeft gewerkt voor... Hij was de eerste directeur van UNESCO. Sir Julian Huxley. En zijn neef... Hij was zijn neef, dacht ik hoor. Je staat niet in relatie met elders. Heb het flauw. Personal life. Even kijken. Ik zit nou naar Wikipedia te kijken. Oh. Kijk hoor. Ik weet echt dat die familie is van elders, actually. En Aldous Huxley was de schrijver, auteur van Brave New World. Wat staat hier niet bij? Framed. Kom, ik ga even, even zoeken. Aldous. Ja, Aldous Huxley heeft hem beïnvloed. Ja, dat bedoel ik niet. Oh, he, he, hier staan het kon ik eroverheen lezen? Zijn broer was de schrijver Elders Huxley. Was een halfbroer. Oh, leuke vader had hij. Elders Huxley hee heeft The Brave New World geschreven. Ja, en The Doors of Perception. Nou, dat boek, The Doors of Perception, is de band of the Doors vernoemd. Ja. Te cool, hè? Dit, dit kan je allemaal zo, dus dat maakt deze tijd zo interessant, hè? Dit kan je maar zo klik, klik, klik. een beetje zo Wikipedia, terwijl je in een Ikea-bed zit, waar wel eens een nieuw matras in mag. Maar ja, ik heb momenteel niet zoveel geld en dat maakt me momenteel niet zoveel uit. Ja, hoppakee, je hebt de hele wereld, heb je onder je, onder je vingertoppen, Anyway, Julian Huxley. Die heeft gezegd van als je de seksuele moraal in een samenleving omlaag brengt, dan daalt de, de effectiviteit van hoe noem ik dat, de efficiency van het arbeidspotentiaal. Met andere woorden, mensen werken nog wel, maar ze werken niet meer zo hard en het, nou, voor zover ze nog hard werken, levert het niet zoveel meer op. De efficiëntie, het rendement van de beroepsbevolking daalt. En je hebt altijd mensen die kunnen niet werken, die heb je altijd. Maar je hebt dus een bepaalde groep die kan werken. En die moet dan zoveel waarde toevoegen. En dan die toegevoegde waarde die vervalt dan hopelijk ook aan het volk zelf. Dat niet alleen het gejat wordt door die, door die communisten. Maar die toegevoegde waarde die daalt dus als de seksuele moraal daalt. En dat, dat is vastgesteld. Ze hebben dat uitgeprobeerd. Ze hebben uh, bepaalde gebieden daar hebben ze de seksuele moraal omlaag gebracht. <laughs> Daadwerkelijk hebben ze daar experimenten mee gedaan. Daar is Bertrand Russell ook nog bij betrokken geweest. Weer een puntje voor Perry. Bertrand Russell, die heb ik leren kennen toen ik 40, 41, 42 was. En ik studeerde onder andere logica en taalfilosofie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. En Bertrand Russell was gelijk al een vent waarvan ik dacht: jou mag ik niet. Maar ik gewoon qua taaltheorie dus. Hè? Ik dacht, Gatverdamme, dat meen je niet. Ilk. En Bertrand Russel heeft er ook aan meegewerkt. Dus daar gaan ze uh, kinderen op het hele lage onderwijs, uh, die geven ze seksles. Want dat is een, uh, ja, dat, dat werd dan verkocht als uh, dat het heel erg opvoedend was. En die ouders zijn er allemaal in getrapt. Maar het was in het kader van een experiment. Want ze wisten dat drommelsgoed, dat als je kleuters dan gaat leren dat seksisch is. En dat doe je gewoon lekker met z'n allen in de klas, met de juffrouw erbij. Gaan we met z'n allen masturberen. En dan, ja, dan daalt de seksuele moraal. Dan gaan die kinderen dat ook buiten schooltijd omdoen in de bosjes. En, ja, en als dan de puberteit doorbreekt en de echte sekshormonen breken los... Ja, dan is het uh, elke dag carnaval en dan gaat iedereen het met iedereen doen. En ze hebben die mensen uh, gevolgd door hun leven heen... en het bleek dat die mensen allemaal aan ja, de bedelstaf uh, kwamen... Dus dat werden geen succesvolle burgers met een eigen huis en een vaste baan of een leuk bedrijf of een stabiel gezin. Allemaal niets, allemaal niets. Allemaal tragische, eenzame gevallen. Als ze dan één keer, want ja, als die mensen in hun teens komen, dan is het party dit en party dat. En nou, dan is alles is geweldig natuurlijk. Maar dan worden ze ouder en ouder en ouder en dan zijn ze 35 en zijn het uitgezakte, uitgebluste mensen. Met een, ja, een adolescentie die bol stond van de drugs en de feesten en de gave muziek en uh, ja, seksdrugs en rock roll en voor de rest helemaal niks. En dan heeft Elders Huxley heeft ook nog geconcludeerd dat, uh, dat daarmee dan ook verklaard was waarom het andersom ook het geval is. Want als in een regio de economie in elkaar stort, bijvoorbeeld door een ecologische ramp. Dat. Noem wat. Uh, er is een gebied, een heel florerende mijnbouw. En dan komt er een aardverschuiving. En allemaal mijnschachten die. Uh, en dat loopt onder water. En toestanden, in ieder geval de mijnen moeten dicht. Dan gaat de seksuele moraal in zo'n regio ook helemaal. Dus hij zei... Dus Julian Huxley heeft dus gezegd... dat een economische welvaart... dat betekent dat de, de arbeidersklasse... een hoge productie heeft qua toegevoegde waarde. dus die, Dat werkt allemaal lekker. Iedereen is lekker aan het werk, is gemotiveerd... en neemt de goede beslissingen... en doet de goede dingen goed. Ja, dat het lekker floreert... Dat gebeurt alleen als de seksuele moraal daar is. En vice versa. Heb je een gebied met een goede seksuele moraal, dan trekt uiteindelijk de economie weer bij. Punt. Uh, Elders Huxley. Dus, uh, uh, Julian Huxley heeft dat gezegd. En dat was de eerste directeur van de UNESCO. dus. Ja, maar waarom heeft die man zich dan bezig gehouden met juist het tegenovergestelde? Ja. <tiedert> Ja, een hele goede vraag. En ik denk dat je het antwoord moet zoeken in het voor jouzelf te overwegen, dat het een mogelijkheid is dat de UNESCO en de Verenigde Naties uh, helemaal niets goed voor heeft met de mensheid. Maar dat het onderdeel uitmaakt van het invoeren van een wereldwijd communistisch systeem. waarbij. De burgerinitiatief wordt gereduceerd tot dat je een initiatief mag hebben. tot het invullen van een formulier. en dan ga je braaf zitten wachten thuis. totdat er antwoord komt van Vadertje Staat. Want natuurlijk mag iedereen van alles doen. als je het maar eerst aanvraagt en dat je de juiste vergunningen hebt. En voor de rest mag je helemaal niks. Neem nu die boeren, dat is die, die, die boeren worden nu enorm gepest. Hè? Dat is om die boeren te onteigenen. Wat ze gaan doen, zo, zo, dadelijk, zo dadelijk zal blijken dat ik helemaal gelijk heb. Al die landbouwgrond, die wordt ingepikt. Die boeren worden van hun land afgezet, net zoals dat ze dat in Zimbabwe hebben gedaan... En in Zuid-Afrika en al die grond die vervalt aan, ja, aan de UNESCO, aan de Verenigde Naties, aan uh, de katholieke Kapos. Die club, die wordt eigenaar van al die gronden, al die landbouwgronden en die gaan er vervolgens op lopen doen waar ze zelf zin in hebben. Maar geen individueel uh, initiatief meer. Nee. Ze dat die boeren weg en dan verzinnen ze maar wat. Dan gaan ze iets verzinnen met stikstof. Dan er het uit. En wat nou zo interessant is aan deze tijd. is dat mensen zoals ik. ik kan het gewoon vertellen. Jullie kunnen alles wat ik zeg. checken op Wikipedia. En Wikipedia wordt gemanipuleerd. En uh, ja, natuurlijk. moeten we even uh, goed. Kijken wat je leest. En ik zou vooral bij Wikipedia ook... Uh, niet alleen de Engelse pagina lezen... maar ook de Nederlandstalige pagina. En als je Frans kan... zou ik ook de Franstalige pagina een keer lezen. Of als je Duits kan... Eh, so want op die verschillende vertalingen... staan hele andere dingen. Dat je dat even in de gaten houdt. En behalve dat je naar Wikipedia gaat kijken... dat je ook... Uh, je verdiept in... Al die linkjes die ik hieronder deze uitzending heb staan. Christelijke links staat daar. Christelijke links, dubbele punt. En dan krijg je een hele bak van Jurk Liesman. Maar niet alleen Jurk Liesman. Ook het werk van Tom Fresh komt voorbij. First Amendment Radio staat erop. Uh, er staan er nog meer op. En als je helemaal uitgekeken bent, één berichtje naar Jurk Liesman. En dan krijg je van hem tien links erbij. En dan kan je daarna gaan kijken. Echt waar. Dus de kennis, die is er. En die communistische heilstaat, die komt er. En nou, dat wordt een drama. Dat je dat weet. Wat een heel groot drama. En zij hopen, dus die, die, jongens, die dat, jongens en meisjes die dat drama aan het voorbereiden zijn... Die hopen op een goede afloop voor zichzelf. Dat heeft Carol Quigley. Carol Quigley was de leermeester van Bill Clinton. Carol Quigley heeft dat opgeschreven in zijn boek Tragedie, Drama en Hoop. Tragedy en Hope. Ja, een ja. tragedie voor mensen zoals ik en jij. En een hoop voor mensen zoals Willem-Alexander en die fijne Argentijnse. Ja, ik ben blij dat het mijn moeder niet is-persoon. Ja, ik ben zelf van mening dat die lui dat Ja. Ik denk dat ze zich vergalopperen. hè? Huh? Want het wordt moeilijk voor ze om, om alle sporen uit te wissen. Kijk, wat ze bijvoorbeeld gedaan hebben, is dat ze de bibliotheken opgeschoond hebben. De, dus een boek als. Uh, uh, de, de Two Babylons bijvoorbeeld, waarin de link gelegd wordt tussen het Babylon van Mesopotamië met Hammurabi als laatste heerser, een, een, een tyrannieke slavenmaatschappij. Dat was Babylon. Nou, Babylon staat ook in de Bijbel. By the rivers of Babylon. There we sat down, yea, we wept. When we remembered Zion. Dit staat letterlijk in Proverbs. Oftewel uh, spreuken op zijn Nederlands. Het komt letterlijk uit King James. Of is het een psalm? Nee, daar so dacht ik spreuken. Anyway, uh, Babylon, daar heeft een link naar Rome aan. Nou, een, een, een van de boeken die dat dus heel fijntjes beschreef, ja, die hebben ze, dachten ze, uh, zorgvuldig, meticulously, meticulously verwijderd uit alle bibliotheken. Ja, niet dus. Dat boek is nu uh, op internet raals een populair. En het is inmiddels ook vertaald in het Duits. En het wordt voorgelezen door Jurk Liesman en zijn vrienden. En ze zijn zelf bezig met andere boeken in het Duits te vertalen. En hoe gaan ze al die dingen opruimen? Nou, YouTube bijvoorbeeld, dat wordt gecensureerd, dat is duidelijk. Ga jij maar, eens, ga jij maar eens iets te lollig doen over negroïde mensen, dan heb je gelijk een probleem. Of over iets anders heb je gelijk een probleem. Jurk Liesman heeft ook al een community strike gehad. Hij moet ook oppassen. Maar er zijn al uh, sites begonnen van hele andere initiatieven. Die hebben dezelfde dienstverlening als YouTube, alleen die zijn niet zo bekend. Dus daar zit niet de halve wereld op. Maar het werkt hetzelfde. Dan kan je ook audio en video uploaden. Sterker nog, als ik het zou willen, zou ik het kunnen doen hier vanuit mijn woning. Dan moet het niet altijd zeer storm gaan lopen, maar in principe die traffic die ik nu heb, die zou ik kunnen draaien op mijn online account, hoor. Iets van, wat heb ik Iets van 100 uploads, maximaal 100 uploads per dag. Dat moet ik kunnen halen. Daar kunnen ze dus helemaal niks aan doen. Of ze moeten echt daadwerkelijk fysiek bij mij gaan binnenvallen. Maar nou, dat gaat ook weer niet zomaar in één keer, snap je? En dan ben ik nog maar eentje. Iedereen, iedereen kan dat doen. Misschien wordt dat dan wel een van mijn laatste dingen die ik als computerprogrammeur ga doen. Is dat ik de software achterlaat. Waarbij je heel eenvoudig. Uh, met ja, wel een beetje inzicht, maar dan je met een halve dag studie of zo. Dan heb jij hem een professionele audioserver? Audio, video, maakt echt niet uit. HTML5 draait echt zomaar. En dan kan iedereen het gaan doen. En ze moeten destijds gedacht hebben, want die grote opruimoperaties in de bibliotheken, die hebben met name plaatsgevonden in de 19e eeuw. En er is nu door doorgegaan. Ik heb dat hier in Arnhem ook gemerkt hoor, dat de bibliotheek hier in Arnhem, de openbare bibliotheek, in het jaar 2000 tot 2003 is zo'n beetje, was echt hartstikke leuk. Heel veel esoterische boeken. En toen is er ook uh, iemand op het illumineuse idee gekomen om de boel te gaan opruimen. Ja, al die dingen zijn allemaal verdwenen. Dat moet je niet doen. En nu is het zo dat ja, het valt niet meer op te ruimen, want er staat altijd wel ergens, heeft iemand wel een kopietje op een USB stick of een harde schijf? Ik heb hier een, uh, een network-addressed storage system. Dat is een harde schijf en die zit niet vast aan een computer, maar die hangt in een netwerk. Dat is namelijk zelf een computer. Daar kan ik ook op inloggen, by the way. En dat ding heeft een opslagcapaciteit van 2 terabyte, dus 2000 gigabyte. En die heb ik gespiegeld. Dus dat betekent dat alles er twee keer op staat. Dus krijg ik op een van beide schijven een head crash, zoals het heet. Dan gaat die kapot of weet ik voor wat. Dan heb ik altijd die andere schijf nog en daar staat precies hetzelfde op. Hij schrijft dubbel. Dan dus, uh... nou, heb ik een uh, 1000 gigabyte. Uh, lekker veel hoor. zo'n uitzending van mij is uh, 0,1 gigabyte. Dus daar kunnen 10.000 uitzendingen van mij op één zo'n kastje. En dat kastje, dat kostte toen 300 euro ongeveer. En nu koop je voor hetzelfde geld zo'n ding uh, met tien keer zoveel opslag. Tja, snap je? Interessante tijd. Ik. Uh... Ik vind het niet erg dat ik niet nu pas geboren ben en dat ik dus nog maar, nou, dat zal ik nog hebben, twintig jaar of zo. Ik, ik zit niet te popelen om nog uh, zo'n hele lange tijd te moeten. En ik kan me voorstellen dat ah, voor mensen die nu twintig zijn, dat er... Er ah, gaat wat een en ander gebeuren hoor. Je gaat wel wat meemaken. En dat is toch leuk. Want de waarheid zal naar boven komen, dat kan ik je vertellen. Dus in die zin is er niets te vrezen. Hoef je helemaal nergens bang voor te zijn. Ze kunnen ons nooit allemaal tegelijkertijd gaan laten afslachten. En als jij je houdt aan het woord van de Bijbel. Nou, dan kan je eigenlijk niks gebeuren. Although I walk through the valley of death, zo. Hou je daar maar aan vast. En vol van vertrouwen, als oude lul, zeg ik in deze interessante tijden tegen de jeugd. Tjus. En dag lievers.